5, 4, 3, 2, 1, go jongens! Op deze manier werd maandagochtend de Grifttunnel geopend. De tunnel loopt onder het spoor door in Elst. Na 2,5 jaar bouwen zijn zowel ProRail als de gemeente Overbetuwe erg tevreden met het eindresultaat. We zijn enorm blij met het resultaat. Als we terugkijken, de overweg die hier op deze plek lag, die heeft daar 120 jaar gelegen. Maar we zien ook dat dit een baanvak is, het baanvak Arnhem-Nijmegen, waar meer dan 24 treinen per uur rijden en dus enorm vaak ook de overweg dicht ligt. Dat dit een enorme verbetering is voor de doorstroming, voor de veiligheid, echt voor de hele omgeving een enorm pluspunt. Nou, sowieso moest het anders omdat de bomen een half uur per uur dicht zaten. Dus de bereikbaarheid was in het geding. En de verkeersveiligheid, dus alle gelijkvloerse kruisingen moesten worden opgeheven. Dus hiermee is een enorme impuls gegeven aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. De Grifttunnel heeft niet alleen de functie van tunnel. Nou ja, het is een onderdoorgang, maar tegelijkertijd ook de trein gaat er nu overheen. Hè? Dus het is een viaduct en een onderdoorgang in één. En we hebben niet alleen deze gerealiseerd. Een eindje verderop bij de eerste Weteringswal is ook een viaduct gerealiseerd. En daarnaast hebben we ook nog een aantal onbeveiligde overwegen opgeheven. Dus het is echt een enorme stap in de veiligheid. De samenwerking tussen ProRail, de gemeente Overbetuwe en bewoners in de omgeving van de tunnel verliep uitstekend. Nou, wat ik heel mooi vind, wat hier in dit project heel goed gegaan is, dat door de aannemer, de gemeente en ProRail heel nauw samengewerkt is. En dat er ook heel goed gekeken is naar het omgevingsmanagement. Dus dat ook de mensen in de omgeving goed meegenomen zijn in wat er ging gebeuren. Dat er goede gesprekken zijn geweest, echt die betrokkenheid van de omgeving. Want het is natuurlijk nog wel wat. Als je 2,5 jaar lang in je achtertuin of in je voortuin werkzaamheden hebt die ook overlast veroorzaken. Want wij maken ook lawaai tijdens deze werkzaamheden. En ik ben heel trots op hoe we dat met elkaar samen hebben kunnen doen en de omgeving daar goed in hebben mee kunnen nemen. De bouw van de tunnel kostte uiteraard wel veel geld. Het hele project, en dat is deze tunnel, dat is ook het viaduct, met alle omringende verkeersinfra, heeft 30 miljoen euro gekost. En het is inderdaad binnen budget gebleven en dat is natuurlijk ook al een hele uitdaging in deze tijden met stijgende kosten en ook in coronatijd, hè, want het was best wel lastig om het ook nog binnen tijd te kunnen realiseren. En we zijn uiteindelijk maar 3 maanden uitgelopen in de tijd.